Bent u van de musical? Nee, ik ben van Sinterklaas. Maar bent u van de musical? Houdt u van de musical? Of houdt u van de musical? Nou, ik ben erg dol op al die leuke toneelstukjes en musicalletjes die gedaan worden op scholen ter ere van mij. Daar kijk ik altijd met veel plezier naar. Ja, ja. Ik hou er erg van. Maar de grote spektakels in de theaters, dat gaat er nu voorbij? Ja, gaat er mij voorbij, dat mag u zeggen. Ja. Oh, heerlijk, dank u wel. U heeft wel fantastische Piet, hè? Ja, dat is heel goed. Ja. Dat is de regelpiet, hè? Ja, en die kleedt u ook aan, zorgens, of kunt u dat zelf nog? Ik kleed hem niet aan, nee. En bij hij u? Nee, u bent gek, zeg. Nee. Je weet het niet. Nee, maar ik weet het wel. Nou, we hebben iemand die de afgelopen week zijn schoen niet eens meer heeft durven zetten. Nee, toch? Dat is wonderlijk, want hij had eigenlijk al zijn grote Sinterklaas cadeau gehad. Oh? Hij won namelijk de grootste prijs bij de Musical Awards. Hij heet René van Koten. Hij was zelf, zoals ik al zei, het meest verrast toen hij op die voor hem onvergetelijke avond in juni in Hilversum die prijs kreeg. En daar deze echt totale verrassing beleefde. En deze award werd toegekend aan... Pa, je bent mijn alles. Deze is voor jou, mama. Maar ja, eigenlijk kun je, als je naam wilt maken in de Nederlandse musicalwereld, beter een andere achternaam hebben, hè, dan Van Koten. Want we hadden natuurlijk Van Koten en de Bie, hè? Die hebben natuurlijk. Die Kees. Kees. Dan hebben we Casper van Koten, zijn zoon. Dan hebben we Kim van Koten. We hadden Willem van Koten. Hè? Joost. Joost de Draaier, we kennen ze allemaal. Ja, maar goed, hij bewijst wel, die René van Koten, dat je niet alleen via programma's als Op zoek naar Evita of Wie wordt de Jozef, dat zijn televisieprogramma's die u niet gezien heeft, want die waren in Nederland toen u niet hier was, dat je ook op een andere manier een belangrijke hoofdrol in een musical kunt bemachtigen. Want hij werd gewoon ontdekt in de tijd dat hij geschiedenisles gaf. Dat is grappig. Hoe langer het programma loopt, hoe idyllischer de locaties, zeker als ze in Nederland zijn. En zo te zien, hoe kleiner de huisjes. René van Koten moet hier zijn. Goedemiddag. Elke avond 1500 man in de zaal. Dan verwacht je een grote villa met auto's voor de deur en raad eens wat. Hallo. Hallo. Wij komen binnen. Welkom. Kom binnen. Hoi. En niet alleen elke avond 1500 man, je wint ook nog... De Musical Award. Ja. Maar dat was wat, zeg. Daar was heel blij mee. Daar staat ook hier prominent op de kast. Waar heb je hem? Dus daar staat hij. Oh ja, dit is hem. Ja, het is gek genoeg niet het mooiste beeld wat je kan bedenken. Maar ik vind het voor mij het mooiste beeld wat er is. Ja, dat is ook wel heel waardevol. Ja, ik ben er heel blij mee. Hoe was die avond? Hysterisch, want je zit helemaal aan het einde. Je wil heel graag... Je hoopte heel erg op, en die categorie was dit jaar zo sterk, met Stanley erbij en met Danny erbij. En Danny de Munk, hè, en Siske de Rat, daarvan dacht eigenlijk iedereen dat wordt hem. Ja, ik zelf ook een klein beetje, maar ik hoopte er wel heel erg op. En ja, toen kwam het moment, toen maakte Willem Nijholt haar nog een hele show van met de verkeerde envelop. Dus toen, en uiteindelijk kwam mijn naam eruit. En ja, het was eigenlijk alles van de afgelopen 10 jaar, en vooral die 2 jaar daarvoor, met mijn enkelbreuken en zo, dat kwam allemaal samen. Ik wil dat zeggen, ik wil mee vasthouden, hoor. Mooi. Het is een levensgevaarlijk vak, hè? Want jij hebt 1,5 jaar geleden je enkel gebroken. Ja. Simone Kleinsma moest laatst even stoppen, hè, met haar fantastische musical waar ze nu in speelt. Want die was even achter de coulissen gevallen. Ook met een verkleding. Het begint een gevaarlijk vak te worden. Het is een levensgevaarlijk vak. Ja. Wordt vaak onderschat. Maar wel leuk. Het is het mooiste vak wat er is. Theater elke avond, wat je al zegt, 1500 mensen in de zaal. Die komen kijken naar iets wat je aan het doen bent. Applaus, bloemen, na afloop. Ja, het ademt, het leeft. Het is het mooiste wat er is. Fantastisch, hè? Ja. Maar eigenlijk zou je leraar worden. Ja, is ook leuk. Dan heb je 30 kinderen voor je zitten elke dag. En had je misschien wel veel groter gewoond. Maar die willen minder graag horen wat je te zeggen hebt soms. Dus dat is wel het verschil. Nu vinden de mensen het heel erg leuk wat ik wat ga doen. En de klas moet je altijd maar afwachten of zo. Maar je deed studie geschiedenis, internationale betrekkingen. Wonderlijke studie. Wat trok je daar zo in aan? Nou, ik heb altijd wel grote politieke interesses gehad. Op verzoek van de rector van zijn vroegere school kwam René hier lesgeven. Uiteindelijk had hij hier zijn HAVO-diploma gehaald. Maar tijdens de opvoering van een schoolmusical en bij optredens met zijn band kreeg hij vaak te horen: je hebt zo'n geweldige stem, doe eens auditie voor een musical. Als hij dat advies niet te harte had genomen, had hij nu nog, overigens met veel plezier, voor de klas gestaan. Nu staat hij nog een paar weken in Rotterdam, voor hij zijn veelgeprezen hoofdrol in Les Misérables afsluit met het mooist denkbare. Een serie voorstelling in het Koninklijk Theater Carré. Dus als hij nog eens langskomt op het Erasmus College in Zoetermeer, is het hooguit om handtekeningen uit te delen. Je was echt heel erg goed, hè?
Miserabele. Dankjewel.